Het Karregat in Tongeren krijgt een flinke metamorfose. In 1973 werd het gebouw van architect Van Klingeren geopend en het kreeg meteen veel internationale aandacht. Bussen vol met toeristen kwamen naar Eindhoven om het Karregat met eigen ogen te bekijken. Onder één groot dak werden verschillende functies samengebracht, zoals een school en een supermarkt. Toen het gebouw in de jaren 60 opgeleverd werd, werkte het eigenlijk meteen al niet. Er was de onderwijzeres die stond naast de supermarkt en ze hoorden elkaar. Ze hoorden de kassa gewoon rinkelen, dus we hadden last van elkaar. Wij hebben een gebouw gemaakt, of gaan een gebouw maken, waarin je wel kunt samenwerken, maar waar ieder toch zijn eigen plek heeft zonder last van elkaar te hebben. 50 architecten van over de hele wereld schreven een plan om het Karregat onder handen te nemen. De Eindhovense bureaus Diederik Derricks en NN hadden het beste idee. Dit vind ik nou typisch zo'n gebouw. In Nederland is heel veel waardering voor gebouwen, zeg maar vooroorlogse gebouwen. Hè. Daar is op dit moment heel veel waardering voor. Maar juist met name wederopbouwgebouwen, dus jaren 50, 60, 70, daar is nog helemaal niet zoveel waardering voor. Nou, dit is nou typisch zo'n gebouw wat nog helemaal buiten die waardering valt als zijnde een oud gebouw. En als je mensen vertelt, ja, maar dat is een monument, hè, dan kijkt iedereen wat. Nou, daarom is dit zo'n interessante opgave. Hè? Dus dit is geen klokgebouw op strijp S, waar iedereen wel van eens is van nou, dit is een monument. Nee, ook dit is een bijzonder gebouw. En dat maakt juist dit project ook zo belangrijk om dit te transformeren. De gemeente Eindhoven is eigenaar van het Karregat. In het pand zitten publieke voorzieningen en ook een commercieel deel. Door de jaren heen werd al veel verbouwd om het gebouw toch functioneel te maken. Dat konden we ook merken iedere keer als we hier rondliepen. Je ziet allerlei noodgrepen om het gebouw toch maar ja, op een of andere manier in hokjes te kunnen verdelen. Nou, en dat is gewoon, dus op een gegeven moment wordt het zo'n rommeltje en dat, die sfeer ademt het dan ook uit. En vervolgens is het ook akoestisch, is het niet fijn, het is te warm, te koud, stof, et cetera. En dan krijg je echt ook een sfeer dat gewoon niemand eigenlijk meer hier graag wil zijn. Karregat is een heel bijzonder gebouw. Het is gepubliceerd, bijvoorbeeld samen met het Centre Pompidou in Parijs, wereldwijd gepubliceerd. Wat er nog van over is, zijn de belangrijkste elementen, de paraplu's. Hele mooie, bijzondere, lichte constructie, waar licht en lucht doorheen komt door het grote dak heen wat het Karregat gemaakt heeft. Wat we nu doen, is de paraplu inpakken van onderaf met glas. Waardoor we het warmteprobleem onder controle hebben en er geen stof meer in de ruimtes komt. Nou, we staan hier op dit moment in de Kuil, zo heette dat vroeger. En dit was het hart van het Karregat. In onze plannen voor het nieuwe Karregat wordt dit ook het nieuwe hart. We gaan hier namelijk een patio maken. Deze constructies, die aan de andere, aan deze aan de andere zijde van mij, die komen dadelijk buiten te staan. En dit wordt dadelijk buiten, een patio. En rondom die patio komt de school te liggen, die begint hier links en die gaat helemaal rondom die patio door tot hier aan de andere zijde waar de kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en dat soort functies komen te liggen met de aula erbij. En samen met de gymzaal die gerenoveerd wordt, wordt dat dadelijk het nieuwe Karregat en rondom die patio is dat dadelijk ons plan voor het nieuwe Karregat. De verbouwing van het Karregat moet in april volgend jaar klaar zijn.